Het aantal leden is licht gedaald, 2532. Gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf is licht gestegen. Maar het aantal melkkoeien per bedrijf is duidelijk hoger dan het Nederlands gemiddelde. Het aantal 100 tonners is behoorlijk gestegen met 21%. Het aantal 10 tonners 7%. En het aantal sterkoeien met 86%. 41 koeien zijn sterkoe geworden. En dan moet ik even uitleggen, want het is een behoorlijke stijging, zullen jullie zich afvragen. Nou, er is wat meer aandacht aan besteed. Inspecteurs gaven meer aandacht aan van, goh, heb je misschien ook een koe die hieraan voldoet? En wanneer voldoet er een koe aan zijn sterkoe, dan moet dit dier sowieso 9 jaar oud zijn, of ouder. Gemiddelde lactatiewaarde van boven de 105. Een uier met minimaal 85 punten en een algemeen voorkomen van minimaal 85 punten. Dus mocht u zo... Dan nu, er is een hoop veranderd, een hoop nieuw. Nu wil ik graag een filmpje starten waarin zich het nieuwe bestuur, directie, zich voorstelt. Klopt, er is veel gebeurd afgelopen jaar, onder andere die nieuwe directie. En daar gaan we nu naar kijken. Hallo, Iedereen, excuses. My Nederland is niet zo goed, so I must continue on in English. It's a great honor to be here today to be part of the leadership team of CRV. And with that, I look forward to connecting with you in some means other than through a video such as we're doing now. Let's hope that's not too far into the distant future. Why do we need to connect? Of course, we need to connect through our products and services, but we also need to connect as people so that we can understand what CRV needs to do to look after you going forward into the future. I very much look forward to doing that, and I pass to you, Aegon, to say a few words. Thank you, Angus. En dankjewel allemaal voor de kans om ook mezelf vandaag aan jullie te introduceren. Sinds 1 september als financieel directeur werkzaam bij CRV. En samen met Angus verantwoordelijk om ook in de komende jaren CRV succesvol te laten zijn. Dat is iets wat we niet met z'n tweeën kunnen doen. We zullen dat in de toekomst ook doen met een groter team, een global leadership team. Maar we hebben ook jullie als leden nodig om te begrijpen wat er nodig is om CRV in de toekomst succesvol te laten zijn. De veranderingen die op komst zijn binnen de organisatie, daar zullen jullie ook wat van merken. En ik wil graag Angus ook nog vragen om toe te lichten hoe jullie als leden daar ook de resultaten van zullen zien. So Angus, could you please also explain to the members how they can see and experience the change that we're going to make to the organization? Yes, very much so. In terms of what you'll see from CRV as we go forward is of course our ambition to strengthen the company. How do we strengthen the company? We make sure that you're getting the products, the services that you need. We make sure that they're sustainable. We make sure that your farming operations continue to have the license to operate. And of course, they're profitable going forward. We need to do that together though. So you'll see more of us working with each other rather than the old for each other. And with that, I leave in mind the thought process around what we must do to take on board all of the opportunities that we have in front of us. We look forward to sharing those with you. We look forward to your involvement in your cooperative, CRV, and we look forward to the next 150 years. Sjoerd, we zagen zojuist de nieuwe directie. Lijkt me voor het hoofdbestuur ook erg wennen om met deze mensen te werken. Je zei er net al iets over, hè? Die frisse blik, dat is absoluut een voordeel. We horen Angus zeggen de kansen die voor ons liggen. Zou jij eens wat van die kansen kunnen benoemen? Wat zijn dat dan, die kansen die er liggen? Ja, dankjewel. Ja, er zijn best veel kansen. We hebben geïnvesteerd met name in voerefficiëntie. En dat betekent de voerbakken bij 5 bedrijven die we hebben gestaan. Waar we dus daadwerkelijk de voeropname meten. Ruwvoer, krachtvoer. Het gewicht ten opzichte van het gewicht en ten opzichte van de melkproductie. En daardoor kunnen we onze veehouders een betrouwbaarder cijfer laten zien. In vakwaarden. En ook in de dynamics vakwaarde, waardoor we dus de kans hebben om daar echt op te selecteren. En dat is erg belangrijk. We hebben zien nu weer dat de krachtvoerprijzen op ons bedrijven weer flink stijgen. En ook voor export in het buitenland wordt veel aangekocht voer gebruikt voor koeien, voor melkvee. En daar is het zeker ook erg in beeld om de verschillen te meten die er zijn tussen de koeien. En die zijn er daadwerkelijk, blijkt nu wel. Dat is één. Ten tweede een kans ook in Brazilië. In Brazilië hebben we een marktaandeel van 11% en stijgt het aantal inseminaties, met name op vleesvee, spectaculair. Dus daar moeten we en daar kunnen we van profiteren. Dat is een kans.
En op de middellange termijn hebben we ons sexingbedrijf in ontwikkeling. En gaat die tot de daadwerkelijke productie komen? Dat is Engender. En onze eigen sexingtechnologie kunnen we mooi inspelen op de stijgende markt van gesext sperma wereldwijd. En samen met vlees op melk, inseminaties, is daar een steeds grotere vraag naar, zoals ik al zei. Ja, en dan op lange termijn ook kostbesparing. Want er zijn nog steeds veel kansen om samen te werken, om daadwerkelijk het kosten van ons vakprogramma te delen en dus te laten dalen. En dan als laatste wil ik als kans nog noemen, dat is innovatie. We hebben een grote innovatietank in CNV, al vele producten waar onze veehouders gebruik van maken. En dat gaat alleen maar verder. En met name ook gezien de vraag vanuit de maatschappij, methaanonderzoek doen we nu volledig, dat is nu actueel. Dus dat blijft een grote trekkracht van CNV. Ja, die innovatietank stelt je in staat om in te spelen op alle aspecten die op ons afkomen, hè, als agrarische sector. Ja. We kunnen natuurlijk niet alles tegelijk, maar mits ze belangrijk genoeg zijn voor ons als hoofdbestuur en directie, dan doen we dat. Ja. Oké, nou dat was even een blik vooruit. Als we even terug gaan kijken, hoe kijk jij zelf terug op het afgelopen jaar? Ja, het is een bijzonder jaar geweest, zoals Edwin ook al zei. Met COVID, hè, met de aanpassingen die we hebben moeten doen, zoals wat we nu ook doen. En vergaderingen die gecanceld zijn, fysiek en alles digitaal. En ik vind het best knap hoe jullie en hoe onze medewerkers en onze veehouders ook zich aanpassen aan de COVID-situatie. Dat is heel bijzonder geweest. En we hebben ook in het resultaat gezien dat in Nederland de business gewoon doorgaat. En dat we echt voornamelijk last hebben van COVID als we het over export hebben naar China. Ja. Dus dat is bijzonder. En ook bijzonder is hoe de directie zich geïntroduceerd heeft. Ook binnen het bedrijf, digitaal. Dat is ook bijzonder. En hoe ze frisse kijk aan de dag leggen. Dat is ook mooi om dat mee te maken. Hè. Vooral Egon, die komt natuurlijk van buitenaf. Farmaceutische industrie. En die brengt allemaal nieuwe inzichten binnen. En dat is leuk om daarover te discussiëren. Verfrissend. Ja, verfrissend. En heel positief hoe ze zich zo snel al ingewerkt hebben. Hè? Want CNV is toch een heel ingewikkeld bedrijf. Ja. En het is mooi om te zien hoe mensen dat in een paar weken dan tot zich nemen. Geweldig. Groot compliment. Ja, en het bedrijfsresultaat is ook bijzonder. Hè? In de eerste instantie best wel budget gehaald. Dus lijkt heel goed. Maar als je dan de eenmalige kosten ziet, dan zijn er toch wel wat kanttekeningen. En, dus we zijn tevreden over het halen van het budget. Maar niet tevreden over het geheel. Nee. Dus dat is ook bijzonder, dat dubbele gevoel wat je daarover ziet. Ja, en Ed en jullie als ledenraad houden wat dat betreft de directie en de hoofdstuur ook scherp, hè, op die cijfers. En dat is dus ook wel een extra stimulans, denk ik, om het goed te doen. Ja, als je zelf vol boeren voor je hebt die met je meekijken en meedenken. Dus dat is, ja, zeker. Maar dat hebben we ook nodig. Hè. We hebben gelukkig een hele kritische en goede ledenraad die ons gewoon helpt om naar een hoger niveau te gaan. Ja, precies. Oké. Nou, we gaan straks even kijken naar de jaarcijfers. Egon gaat daar wat dieper op in. Die zal ze toelichten. En daarna, Edwin, ga jij met onze gasten in gesprek. Met John en met Herco. Ja, zeker. En dan mooi denk ik om als boeren met elkaar in gesprek te gaan. Maar ik hoop niet dat het in het Fries gaat. Nee hoor, ze zijn niet overeen. Gaat in Nederlands. Nee. Ook goed zo. Ja. Oké, dan gaan we nu even naar de jaarcijfers kijken. Hallo allemaal. En bedankt dat ik vandaag bij jullie mag zijn bij jullie digitale ledenbijeenkomst. Vanzelfsprekend was ik veel liever bij jullie geweest op een fysieke locatie in jullie district. Maar helaas laten de huidige coronamaatregelen dat niet toe. Overal kunnen we stellen dat we het jaar goed hebben afgesloten. De omzet is licht hoger dan vorig jaar en blijft ietsje achter 1 miljoen euro bij wat we begroot hadden. Maar het operationeel resultaat is sterk beter dan wat we begroot hadden, bijna 36%. En als we kijken naar het netto resultaat van de holding, dan komt het uit op ongeveer 350.000 euro over het hele boekjaar. Dat is lager dan het jaar daarvoor, wat met name te maken heeft met een tweetal elementen. Enerzijds zijn dat een aantal reorganisaties die we hebben door moeten voeren in de organisatie om de prestaties in de toekomst te kunnen verbeteren. En anderzijds hebben we afgelopen jaar, zoals afgesproken, ook verder geïnvesteerd in Engender en in de technologie die we daar aan het ontwikkelen zijn. In totaal heeft dat geleid tot een resultaat van 350.000 euro versus een resultaat vorig jaar
van ruim 3,7 miljoen euro. Tot slot hebben we wel wederom gekozen voor het uitkeren van een ledenvoordeel. In lijn met de afspraken die er zijn, zal dit jaar ongeveer 346.000 euro aan ledenvoordeel worden uitgekeerd aan alle leden van de coöperatie. Als ik dan ga kijken en wat meer perspectief biedt ook voor de landen om ons heen, naast onze thuismarkt hier in Nederland en Vlaanderen, dan valt op dat eigenlijk in alle markten we het beter hebben gedaan ten opzichte van vorig jaar. Maar we het minder goed hebben gedaan ten opzichte van de ambitie die we hadden met elkaar. We hadden gehoopt overal te groeien en we hebben net ook gezien dat dat niet geheel gelukt is. Als ik de landen dan even langsloop en begin met de thuismarkt Nederland en Vlaanderen, dan zien we dat het qua omzet achter is gebleven bij de begroting die we gemaakt hadden. Dat zit er met name in het aantal rietjes wat we verkopen. Ondanks dat het wat meer is dan vorig jaar, is het niet zoveel geworden als dat we gedacht hadden. En we zien ook, helaas, dat de afgelopen jaren ons marktaandeel in deze markt is afgenomen. Samen met het managementteam zijn we plannen aan het uitrollen om dat tijd te keren. En om in de komende jaren dat marktaandeel weer verder te laten groeien. We zullen daarvoor ook terugkomen bij jullie, als onze leden. Want niet alleen zijn jullie onze leden, maar jullie zijn ook onze afnemers. En we willen graag begrijpen wat we als CFV anders kunnen doen en nog beter kunnen doen om ons verder te versterken in deze markt. Ik wens jullie een hele goede bijeenkomst verder en hoop jullie snel op een van de volgende bijeenkomsten weer face-to-face te kunnen ontmoeten. Ja, met een goede bijeenkomst. Nou, daar zijn we nu hard mee bezig. We hebben het ontzettend gezellig. De twee heren zijn al aangeschoven. John de Vries, Herbert Janssen, welkom. Wij gaan het hebben over levensduur en levensproductie. John, bij jou leven de koeien zo'n beetje een jaar langer als bij een gemiddelde veehouder. Herco, bij jou hetzelfde. Bij jou geven de koeien 53, bijna 54.000 liter, terwijl het Nederlands gemiddelde zo bij de 30 zit. Hoe doen jullie dat? Dat is eigenlijk de vraag die dan bij mij oprijst. We hebben al een beetje voorkennis. Hergo die heeft juist heel weinig jongvee, jij heel veel jongvee. John, hoe haal je zo'n hoge levensproductie? Ja jongen, dat zit al jaren verweven in mijn bedrijf en in mijzelf. Ik ben vertelde een saai iemand, dus ik hou van een saaie bedrijfsvoering. Dus eigenlijk alles hetzelfde en dat doe ik echt al jaren. En dat is ook in de voeding, de fokkerij, de manier van bemesten, de manier van inkuilen. En dan heb je ook een natuurlijke selectie. Ja. Dus al een beetje bij elkaar brengen dit. Okay. En ik zeg altijd de koe laat zien hoe de boer is en andersom ook. En dat is bij mij denk ik ook zo. John noemt saai of eentonig. Heb jij dat ook? Doe je ook heel lang hetzelfde? Of ben je ook wel gevoelig voor trends of wat er speelt? Ik ben niet gevoelig voor trends, maar de deur staat natuurlijk altijd op een keer voor iets wat beter kan. Ja. Maar dan moet het eerst wel bewezen worden. En zo gaat het met stieren ook. Die moet betrouwbaar zijn. En niet met 60%. Dan kan ik niet met weinig jongvee werken. Dus dat is al een heel belangrijk punt bij mijn bedrijfsvoering. Dat ik zo daardoor weinig jongvee kan. Met weinig jongvee naar mijn veestapel toe kan. Ja. En alles moet gewoon kloppen. En dan, daarnaast moet je de discipline hebben. Als er iets niet goed is, dat het ook direct gebeurt. Oké. Okay. En je zegt betrouwbaarheid vind ik een belangrijk aantal. Is het misschien wel de belangrijkste bij jou dan? Ja, betrouwbaar. Ik wil alleen maar foxtieren gebruiken met betrouwbaarheid. En daarnaast de gehalten. Daar is de H-kwadraat het ook het hoofd van. Ja. En vooral eiwit, dat betaalt ook goed. En dat is de business. Ja. Vet en eiwit. Ja, dat zie je ook terug in jouw productie inderdaad. 10.000 liter met 74 vet en 375 eiwit. Dus dan mag je voor zeggen dat het aardig door. Dat tikt door. Ja, dat tikt door. Ja. John, doe jij dat ook? Betrouwbare stieren? Heb je een andere selectiecriteria daarin? Nee, zoveel mogelijk betrouwbare stieren. Ik werk al bijna 25 jaar met AAA. Dat systeem zit ook in mij. Daar kan ik alles mee doen. Ik zal nooit een stier kopen om de code, maar echt de stieren kopen die bij mij passen, die bij mijn bedrijfsvoering passen, en dan via AAA pas ik het toe. Ja. Ik ben niet gevoelig voor trends, helemaal niet. Nee. Ik absoluut zekerheid. Ik wil hebben dat ik een rietje erin stop en ik koe het erachter dat ik bijna zeker weet wat voor soort kalf ik krijg. Oké. Okay. En dat ben ik eigenlijk dan eigenlijk altijd wel, hoor. Ja. Dat klopt al wel aardig. Ja. Ja. En je hebt veel kalveren, zei jij ja. net. Veel jongvee. Ja. Maar
Ja, dan moet er, je moet de, ja, inzetten in je bedrijf. Dus moet ook veel, klopt, die keuze die ik maak, het is vaak, ik vind, je moet het een of het ander doen. Ik ben extreem de andere kant op, veel jongvee, hou ook veel stiertjes aan. Ik ga voor de dekkerij weg, ja, als dekstier. Ik kan iets makkelijker selecteren, maar ik verkoop vooral heel veel jongvee, al heel veel melkkoeien. En dat zijn de fase, tweede kalfs koeien. En daarbij laat ik de oude koeien heel oud worden. En, dan, en die geven goedkope melk. Ja. En daar hou ik gewoon een hele belangrijke post voor mij. Omzet aan was voor mij heel belangrijk. Okay. Ja, ja. En wat doen die oude koeien met jou? Zijn dat de koeien? Of ja, wat verband heb jij met je koeien, laat ik het zo zeggen? Nou, maar, bijna al mijn koeien betekenen wel één veel voor mij, hoor. Natuurlijk, je hebt al een paar, die zijn echt je lievelingen. Maar ja, ik ga bij alle koeien, doe ik alles voor. En als er echt een koe weg moet, echt oudere koeien weg moeten voor het slacht, dat vind ik echt heel moeilijk. Als koeien weggaan voor het leven, vind ik helemaal niet moeilijk, vind ik mooi. Ja. En vooral als de boer enthousiast is. Maar koeien voor de dood weg, dat vind ik echt heel moeilijk. Dus echt de topkoeien, lievelingskoeien, waar ik echt wat mee heb, die laat ik gewoon inslapen. Die gaan niet transport weg, okay. Die worden gewoon... ja, die gaan niet meer weg. Maar zijn koeien, praat je over dik over de 100.000 liter melk. En volgens mij zit daar niet veel vlees meer aan. Dus, nee. Ja, dat viel ook op. Oude koeien. Ja, oude koeien zijn ook met excellent ingeschreven. Ja, je bent ook producent van veel mooie koeien. Hoe doe je dat? Op dezelfde manier. Ja. Constant. Ja, wij zijn ook heel veel. Ik ben vaak wel bekend van shows geweest, maar dat is mij af niet leidraad niet geweest. Ik wil gewoon de koeien die ik mee naar een show nam, zijn ook de beste koeien. En, dus dat, ja, dat, en dat heeft ook altijd in mij gezeten, mee naar shows te gaan. Maar ik wil gewoon altijd mooie koeien hebben, goede koeien. En die mooie koeien zijn ook bij echt goede koeien. Ja, ja, en toevallig zijn dan mijn oudere koeien, echt wel de groep oudere koeien zijn allemaal excellent. Of gemiddeld excellent. Dus ja. Ergo, heb jij dat ook? Zo'n gevoel met je koeien en doorgaan? Dat doorgaan wel. En die discipline ook om alles er weer bij op te krijgen. Want de kracht zit in het ondereinde erbij halen en niet de beste nog beter te laten worden. Maar ik heb niet. Ik heb ze wel echt voor de wens. Ik ben iets minder koeliefhebber als John, denk ik. Ja. En je houdt. Zie je houdt 15 vaaskalven aan. Wanneer beslis jij bijvoorbeeld van die hou ik wel wat aan, van die hou ik niet wat aan? De selectie is behoorlijk beperkt. Nou, de eerste selectie is met insemineren van de koe. En de tweede selectie is als kalf geboren is. Nou ja, dat is de hele selectie. En alles wat dan na 14 dagen of een maand is, dat blijft allemaal lopen. Dat komt allemaal aan de melk. Nou, of er moet toevallig een keer één niet erachter worden, maar dat is de laatste paar jaar niet gebeurd. Nee. Nou, en dan blijven ze als vaasengels ook allemaal nog lopen. Ja, dat viel ook op bij jou inderdaad. Niet één vaas afgevoerd, niet één tweede kalfskoe afgevoerd. Je haalt ze er allemaal bij, je krijgt ze allemaal drachtig. En dan hebben ze ook pas de kosten opgebracht. Bij de derde lactatie beginnen ze pas te verdienen. Dus het moet allemaal wel lukken, maar het kan toch. Ja. En hoeveel energie en tijd gaat erin kwijt? Met een strohok of met opfok? Ja, dat valt mee. Ik ben vrij hard. Maar als iets moet gebeuren, doe ik het wel direct. Als hij bekapt moet worden, dan moet hij direct bekapt. En niet vrijdag. Nee. Als vrijdag de ronde is, dan moet het gewoon direct. En als je iets aan een beest ziet en dat niet goed is, dan moet er ingegrepen worden. Discipline. En dan wordt hij direct weer en dan gaat hij de goede kant weer op en anders gaat hij helemaal de put in. Ja. Dus discipline, dat merk ik ook bij jou, John. Discipline. Jij noemde bijvoorbeeld ook modelaar, komt niet voor, dat wil ik niet eens. Hoe doe je dat? De eerste 10 jaar dat ik beginnend boer was, dan heb ik gewoon het voetbal altijd vol gehad. Dus met formuline, kopersvaart. Ik wil het gewoon niet in mijn bedrijf hebben. Dus dan ben ik er ook echt kwijtgeraakt en ik heb het gewoon niet. Ik maak af en toe wel eens een voetbal klaar. Ja. Omdat ik dan denk van, nou, er kan wel wat komen, maar ik ken het niet. Dus ik kan koeien verkopen die modelaarvrij zijn. Ja. Oké, okay. En koeien bekappen? Kreupelkoeien? Ja, bij bekappen, ik bekap alleen maar koeien die kreupel zijn. Ja, precies. Nee, we worden niet... preventief niet? Nee, nooit. Ja, nee. Precies hetzelfde. Ook zo. Alleen? Ja, of ik denk van, die heeft de klauwen vrij lang, die moet van het weekend even wat af. Ja. Maar niet de koppel doen we nooit. Komt eigenlijk nooit klauwenzorger. Oké. Okay. Doen we allemaal zelf. Ja, nou, het voersysteem. Hoe ingewikkeld is dat eigenlijk? Erko? Nou, wij doen 's winters voer mengen. En zomers dan in april gaan ze naar buiten. En nou, dan krijgen ze s'nachts stalvoergras erbij en een 50 kilo product mais.
En daarnaast zijn de krachtvoerstations in de stal. Dus je voert echt koegericht, ja, individueel op een koe. Niet een TMR, want dan worden ze naar mijns inziens. Vooral als ze dan wat langer lopen en niet drachtig kunnen, niet zo snel drachtig worden, dan worden ze te dik en dan, ja, krijg je ook allemaal ellende. Oké. Okay. En John, wat voor een idee heb jij erbij? Heb jij wel een grote mengwagen en TMR-toestanden? Nee, bij mij als mijn stijlregels waar achter bij mij dus iets goed gaat, dan verandert het nooit weer. Nee. En ik heb al, denk al 20 jaar hetzelfde voersysteem. Ja, dat is heel simpel. Ik heb een koolsnijder. Gooi één keer in de 5 dagen of 3 dagen of 4 dagen gooi ik kool voor het voerhek. En 2 keer daar is een klein beetje mais. En dus hoofdzakelijk vreten ze de hele dag kool. Ja. En daardoor heb ik met de conditiekoeien mij vrij gering. Ik werk met een, ik kijk niet de tussenkalftijd, ik insinueer niet de koe eerder als dat ik denk van nou is je eraan toe. Wat is dat? Nou, dat heeft met conditie te maken, met de productie van de koe te maken. Koeien met, bijvoorbeeld mijn laatste groep, dat is een groep van, die zitten gemiddeld 430 dagen geloof ik aan de melk. Ja. Die hadden nu nog 30 liter bij de controle en die zitten op 93 eiwit. Dus dat is echt een hele belangrijke groep. Ja. Maar die maken goedkoop melk van, ja, mij. Ja. En die zijn ook makkelijk te managen voor iedereen. Want de meeste werk heb je aan een nieuwe koe. Een koe wordt ook ouder van het moment van kalven en niet van jaartelling, zeg maar. Een koe kan misschien wel 20 worden, ja, als je hem niet melkt. Nee. Maar een koe wordt ouder van kalven. Dus ik laat ze zo min mogelijk kalven. Ja. Zo persistent, ja, ja, ja. En zo voer ik ook, ja, zo fok ik. En persistent, hoe voer je dat erin bijvoorbeeld? Is dat, Nou, ook wel door middel van triple A, ook absoluut. Dus fokkerij ook absoluut. Hè. Dus ik heb vrij melktypische koeien. En qua voeren is het gewoon, dus geen TMR, beperkt mais, geen granen, veel kou en dan wat eiwit erbij. Okay. Ik heb er gewoon zelf koeien bij, ik heb er één koe bij die is al 1600 dagen aan de melk. En die heeft in die 1600 dagen 50.000 liter melk gegeven. Yeah. En die geeft iedere controle, geeft, dan kan ik het tenminste zien, geeft nog 2,3 liter melk met 5,5% eiwit. Eiwit? Ja, eiwit. Nee, bijna 7% vet. Ja. Dus die koe kan heel lang uit. Ja, ja. Ja, ik snap niet waarom de koe dan weg moet. Nee, niet. Nee. Heb je ook zulke koeien, Jergo, die je met tussenkalftijd gewoon speelt? Dat je achter de koe denkt van, hé, deze geeft nog genoeg melk. Er hoeft niet geplaagd te worden met een dracht. Nou, ik word niet zenuwachtig als een koe al dik 100 dagen in lactatie is. En die geeft nog vlot 40 liter dat hij dan nog niet drachtig is. Nee. Dan kijk ik net als John ook wel gewoon naar de conditie. En of je nog graag drang hebt op melk geven, dan is die dracht niet zo heel erg belangrijk nog. Nee. Maar ja, er zijn ook wel koeien bij die wel makkelijker in een productiezaak. Dan moeten we wel insemineren. Maar, En is dat ook een voordeel? Je hebt een oude veestapel. Je weet van lactatie ervoor misschien iets meer van een koe dan mocht het gevaar zijn. Dat je dan, oh wacht even, deze koe gaat zich gauw vervetten, die behandel ik anders. Ja, die koe heeft een rug, dus die zit wel op een rug. Ja, precies. Aan welke kant die opgaat. Als je gaat groeien, dan moet hij wel heel snel eigenlijk drachtig. Dan ben ik er wel druk op. Maar ja, als hij nog skraal is en wat John ook zegt, en dat geeft goed melk, dan zie je, kalfrij geeft ook, dat veroudert de koe en geeft ook veel werk als veehouder. Oké. Okay. Nou, tussen kalf die moet je natuurlijk is niet, ja, moet je wel bijhouden, maar de koe is de graadmeter. De koe is de graadmeter. Niet het getal. Nee. Nee. Wat voor koeien doe je weg, Erko? Wat zijn bij jou, denk je nou, dat is echt de reden dat ik echt een koe afscheid moet nemen? Zie je, we hebben wel eens een die hebben gewoon echt iets in de gewrichten. Dat hij niet meer goed kan, vierkant kan lopen, dan moet hij ook weg. Of een keer, er is wel een keer een maagbloeding kan een keer voorkomen. Ja. En we hebben wel eens een paar weggedaan, die lekken heel veel melk in de box, daar heb ik verrekt hekel aan. Oké. Okay. Want dat geeft besmetting. Ja. Dan ben ik ze zat en dan gaan ze weg. Ja. We hebben niet zoveel keus. Nee. Maar het lukt ook best nog. Maar dat ben wel de meeste reden. Ja. Dracht heel enkel ook wel, maar niet extreem. Dat ze niet drachtig wil. Nee. En je hebt werk van oude koeien, maar ook veeartskosten dan van oude koeien. Hoe merk je dat ook of is het niet zo? Nou, ik geef absoluut direct toe dat ik een hogere veeartsrekening heb dan een gemiddelde boer. Absoluut. Maar dat komt ook omdat ik wel heel veel gevoel heb met de koeien. Ja. En bijvoorbeeld in iets als pijnstillers gebruik ik al jaren vrij veel. Ja. Antibiotica een stuk minder. Maar dat voor mij is dat niet belangrijk. Ja, natuurlijk, ik wil geen hoge veeartskosten hebben, maar dat wordt niet bespaard. Nee. Absoluut niet. Nee. Nee. Hoe is het bij jou, Hergo? Hoi. Ik heb ze voor de winst. Ik bel niet zo gauw de veearts, dan denk ik wel 3 keer na. Maar we doen het dan wel zelf. Drensen, bekappen, gaat hij in de strobox.
En dan kan ik hem goed observeren of hij wel of niet vreet en herkoudt. Een infuus of iets dergelijks. Maar als het dan echt niet wil, ik laat hem dan niet afglijden, dan bel ik wel een veearts. Ja. Maar we zitten wel heel laag met veeartskorten, dat weet ik van de boekhoudcijfers. Oké. Okay. Betekent niet dat wij dus de veeartsen staan roepen hoor. Nee, dat ik doe alles veel zelf. Ja. Ik ben, er zit een groot verschil tussen net wel en net niet, dus ik neem geen risico's. Ik gebruik veel melkziek diffuser, niet om de koeien melkziek te hebben, maar om te voorkomen dat ze plat komen te liggen. Ja. De stal is vrij vol, ik lever veel melk in een kleine oude stal. Dus Heb je er beperkingen van die oude stal? Van die, Ja, joh, maar je hebt ermee te maken. Dus ja. De boxen, ik heb zand in de boxen met zaagsel, dichte vloer. Als er ooit nieuw gebouwd zal worden, komt absoluut weer een dichte vloer. Oh. En koeien die toch zijn, die staan mij gewoon vast. Dus die kan een andere koe niet beschadigen of, ja. Of dat ze zelf beschadigd worden. Dus dat zijn de kleine verschillen, die kleine moeites die heel groot verschil maken. Koe ja. Vastzetten in de box? Ja, maar heel veel dingen. Dat is echt, ja, precies. Ja. Income management misschien. Ja, ook alles bij elkaar. Ja. Zet je ook koeien vast, Ergo, om ongelukken te voorkomen? Ik doe dat niet zo gauw, maar de laatste tijd waren er ook een paar heftig tochtig. Dus ja. Ik denk van, ik ga ze geloof maar vast hebben, want dat kan je zo'n koe kosten. Ja, met uitglijden of iets. Ja, of been er half af. Ja. Of helemaal eraf. Ja. Ja, maar ik heb een vrij simpel systeem, ik doe dat eigenlijk nooit nog. Nee. Maar als er iets gevarenzone komt, dan moet je ingrijpen. Ja. Ja, dat wel. Ja. Het TMR-rantsoen, dat haalde jij ook al aan. Is het wat? Compact voeren? Dan kunnen we een harder gas geven. Laten we het maar nog houden dat het niet bij mij past. Ik heb wel bepaalde gedachten erover. Maar ik ga absoluut niet mensen tegen het zere been aan schoppen. Nee. En er zijn bedrijven die er gigantisch goed mee werken. Ik denk wel, als jij een TMR-rantsoen gaat werken. Vooral de compact voeren. Ja. Met heel veel tarwes, dat je dan ook echt een productie plus moet hebben. Echt, wat dan die topmelkers laten zien. Ja. Want anders heb je heel snel te maken met vetten van koeien. En het is dan heel belangrijk dat je koeien wel op tijd erachter krijgt en dat je echt heel veel melk in die koeien weer haalt. Want als je een echt dikke koeien krijgt, die zijn en moeilijke dachten te krijgen. En als ze dan afkalven, dan moet je wel een hele goede boer zijn om er doorheen te krijgen. En die zijn er. Ja. Maar ik denk wel dat jij, of ik zie wel eens bedrijven die bij twee klas melken ook compact gaan voeren, die koeien echt extreem, maar 3 jaar de koeien extreem dicht krijgen en echt problemen krijgen. Ja, dikke koeien. Ja, want ik noem ze wel eens de obesitas koeien, maar ja. Dat hoort weer in koeien. En uiteindelijk, je passeert de pens op die manier, ja. Maar als op darmniveau en die pens zit er niet voor niks. Nee. Dus ja, ik heb wel bepaalde gedachten erover. Oh, okay. Ja. Herko, jij bent er ook niet gevoelig voor om... Ik ben ook een pensvoerder. En pensbacteriën moet je voeren en de koe niet. Ja, de koe indirect via pensbacteriën. En als je pens goed draait, dan is die koe gezond en dan zit die lekker in zichzelf. En dan gaat die gezondheid ook top. Met gras, veel zetmeel, dan moet je wel weer met dik op die TKT letten. Dat die heel, dat ze niet, wat John ook al zei, dat ze dik worden. En op darmniveau voeren. Ja, ik hoor inderdaad ook wel hele goede resultaten. Heel knap. Met 15.000 liter melk per hectare met zoveel zetmeel. Ja. Maar ja, je hoort ook wel. Ja, een koe is van nature wel een herkauwen met ruwvoer en voornamelijk gras. Ja. Ja, met zetmeel erin wil je wel goed van geven. Maar ja, ik heb niet die drang nog. Ik heb hoge gehalte en dan een goed 10.000 liter. Dat vind ik goed. Ja. En 15.000 past niet bij mij, want dan moet ik ook 3 keer per dag gaan melken eigenlijk. En dat past niet ik in melk met mijn melkstal. Dat past ook niet bij mijn sociale leven. Nee. Ook wel belangrijk. Voor het asociaal. Ja. Het is wel heel belangrijk dat iedereen heeft zijn eigen systeem. Hè? Ja. En dat is wel belangrijk dat je dat, dat denk ik wel, dat je op een bepaald moment vasthoudt aan een bepaald systeem. En dat ook, ik maak wel een grapje van, een koe moet je blij maken met een saai leven, maar dat is wel zo. Een koe is erg gevoelig voor heel veel wisselingen. Dus als jij altijd je kiest voor een bepaald systeem, dan kun je het beste daar aan vasthouden. En daarop inspelen als daar wat gebeurt. Maar dan is mijn systeem wel makkelijker wat betreft koeien. Ja, voor koeien. Ja. Voor koeien. Ja. Ja. Het biedt ook een uitweg. Mocht een koe uitlopen, dan hoef je niet weg te doen omdat ze eventueel te dik wordt en met alle gevolgen van dien. Nee. Als je kijkt naar jouw koeien, Ergo. Heb je bijvoorbeeld familielijnen waar je naar kijkt? Die van, daar moet ik absoluut een kalf van aanhouden. Nou, het is wel zo, als ik een koe heb die al een paar generaties 100.000 heeft, en het kalf zit goed in elkaar,
qua exterieur en alles, dan hoef ik niet op de lijst eerst te kijken of ik hem wel of niet aangehouden op lactagewaarde of iets dergelijks. Dat wordt sowieso. Ja, dan kijken we naar die lijn. En dat is ook weer een stukje betrouwbaarheid, neem ik aan. Ja, dat is ook. Ja. En dat geldt voor jou ook, John? Ja, absoluut. Ja. Dus die een 100.000 liter koe of een koe. Ja, bepaalde koefamilies, daar wil ik gewoon zoveel mogelijk kalven van hebben. Ja. 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 En jongveelfok, daar heb ik nog niet over gehad, maar zit er ook een speciale een draad in? Deze, dat doe ik altijd zo en niet anders. En al kan mij uitschelen wat het kost. Zo ja. Nou, en, ja, absoluut. Ik denk dat is hetzelfde weer. Als je iets doet, moet je het goed doen. Ja. Ik hou altijd jongvee aan. En we voeren ze hard. We laten heel jong kalven. Bij de 1 jaar 10, soms wel 1 jaar 9. Oh, jong kalven, ja. Ja, en dat kan ook absoluut als je ze hard laat groeien. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd degene die het kalfje zo voedt. Dus dat is ook een voordeel. Ja. Goed, absoluut zoete melk, geen kunstmelk. En de eerste maanden van, van haar leven zoveel mogelijk eiwit. Daar groeit een dier van. En niet van energie. Daar wordt hij dik van. Ja. En hoe krijg je dat eiwit erin? Nou, eerst via de melk. En daarna eiwitrijke brok. En dat hooi tegenaan, schoon water, wat iedereen ook kent. Maar, ja, en daar ook een stukje discipline. Gewoon doen. En niet zeggen van dat je het doet en dan net niet gebeurt. Okay. Dat is een groot verschil. Discipline. Ja. Weer terugkomen. Ja. Herco, heb je ook zoveel discipline bij het jongvee? Ja, ik heb wel die insteek van die as opgefokt worden, die worden goed opgefokt. Dan gaan we niet kijken naar een bixje van wat een paar cent goedkoper is of zoiets. Nee. Ook wat John zegt, veel eiwit erin, dat geeft skeletvorming. En dan krijg je maat erin. Ja. En ja. Dat ze lang in de stro hangen, een maand of vier. Dat ze, nou ja, dat ze goed op kunnen groeien. Ja. En goed voer. En wat is bij jou goed voer? Nou ja, ik heb een TMR-mix met 180 ruw eiwit. En dan weet je meteen dat het met ruw voer erbij door, ja. En dan heb ik ook geen gedoe met coccidiose. Nee. Maar ze krijgen ook nog wel, ik ben wat oude westerling, ze krijgen ook nog wat hooi. Mooi, fris hooi is gewoon super. Nee, dat is ook niks, toch? Nee, en bij de koeien ook trouwens. Zieke koeien ook. Mooi hooi, dat kan ik niet zonder boeren. Je hebt al een baaltje hooi ergens apart. Ja. En koe afkalft ook. En hij het afkalft gooi ik altijd in een mooi vest topje hooi ervoor. En dan staat hij zo mooi tevreden. Dat, maar er ligt toch kuil? En is mooi. Ja, met dat gemengde rantsoen is allemaal zwaar hoer en zo. Dat hooi, dat pakt hij zo op. Ja. Als hij dat niet meer vreet, dan is hij wel heel ziek. Ja, precies. Dat is ook een signaal voor jou dan, om direct iets te doen, in te grijpen. Heb je ook van het mooie hooi links, John? Of, ja, wij doen wel het beste. Soms koop ik al hooi. Ja? Ja, zeker. Ja. Ook als medicijn haast. Nou, ook wel bijvoorbeeld een show toe, dan zetten we de koeien al in het hooi. Een hooirantsoen. Maar dat is een heel ander aspect. Ah, ja. Dus daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. Maar jonge kalf is absoluut hooi. Ja. Ja. Nou, stierkeuze hebben we wat over gehad. Het begin is goed. Kalversterfte. Dat is ook altijd een hotte item altijd. Hoe gaat het bij jou? Ja, ik zeg altijd, als je iets zegt, dan moet je wel mee oppassen. Maar het gaat eigenlijk heel goed. Ja? Ja? De VHC zat ik op 1% zat. Dus kalversterfte, dat is heel weinig als je alles aanhoudt. Ja, zeker. Ja. 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 En wat doe jij dan, Herco, om die eerste levensdagen? Zeg maar, die eerste levensdagen, als ze bij mij doodgaan, zijn ze meestal omdat ze doodgeboren worden. Okay. Daarna gaan ze eens, dat klinkt wel opschrijvend misschien, maar er gaat er bijna nooit meer één dood. Oké. En doe je ook preventief iets bij het jongvee? Dat je zegt van, dat wil ik gewoon niet hebben, dus ik doe dat. Nee, maar ik doe wel, als ze gekalfd hebben, krijgen ze direct biest. Ik doe wel 4 zonden, maar ze krijgen direct 2,5, 3 liter biest, direct. Ja. Ook al is het 's avonds, ik doe giet de direct biest in. Nou, dat is een van de belangrijkste dingen met kalveropvak, volgens mij, als hij geboren is. Ja. En trek bij de koe weg. Bij de koe, in eenlingbox gewoon. Ook weer discipline. Dan is het maar een laat of een vervelende tijd. Ik heb toch werk, dan kun je bij de trek doen. Dan heb je daarna veel meer plezier. Maar anders heb je het werk erna. Wil het allemaal minder. Ja. En doe je het ook zo zonde, die biest? Of denk van, nou ja, dat komt wel een keer. Nee, dat is heel belangrijk. Wel belangrijk, ja, hè? Ja. Maar ik ben sinds een half jaar ook begonnen met de enten tegen rota. Oké. Omdat ik toch af en toe eens een keer een kalfje met liet kan zoeken, een rota had. En ik kreeg er wel doorheen, maar dat was een lastige periode. En dat bevalt me super. Oké, dat is preventief. Ja, en dan ben ik weer iemand, dan verander ik dat ook niet weer. Nee? Nee, dan gaat het niet meer veranderd worden. Oké. Nee, ik kan me niet voorstellen. Nee, omdat het zoveel meebrengt. Ja, zeker. Zie je nou eens een kalfje ziek, maar dan is een halve dag. En toen was dan meer dan een week met zo'n kalf aan het kwakkelen. En dat geeft ook weer veel werk en ook stress.
Ja, ja, dat wil ik niet. Ja, precies. Je moet een keer extra heen. Ja, ja, om ook maar om die te kwijtraken. Ja, zo. Ja. Even dat ik een topper heb staan liggen en ik word bang dat ik hem kwijtraak. Ja, ja, dat wil ik niet. Ja. Zo betrokken ben je dus. Ja. Ja. Ja, en bij jou geldt natuurlijk, je houdt maar 15 aan. Mocht hij daar al fout gaan, dan mis je. Goed, dan kun je natuurlijk schakelen door nog een ander kalf aan te houden. Maar ja, je hebt een keuze gemaakt. Misschien eerder al. Binnen 14 dagen, dan komt er nog meer. Ja, dat is bij ons niet aan de orde. Want die superbeast, dat bedoelt John daarmee. Maar dat doen we niet. Maar als ik al mijn problemen had, zou ik dat misschien ook gewoon doen. Maar dat doen we nou niet. Dat doe je nu niet, vanwege de kosten bij jou. Ja, maar als het niet nodig is, is het niet nodig. Nee, maar ja, het is ook een verzekeringspremie. Maar als het je gaat tegenstaan, dan ga je het natuurlijk doen. Ja, 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 ja. Dus je moet niet doodgaan en dat zie je voor de hand weg en als het een lijn weg, dat het een week duurt, want dan mis je veel te veel groei. Groei, ja, is een goede weg. Ja, ja. Ja, strohok, is dat belangrijk voor jullie? Een goed strohok? Voor nou ja, een koe die even apart moet gezet worden? 100%. Ja? Ja, absoluut. Als jij, zoals ik ben, dat past bij mij. Ja? Ja. Ik doe maximale aandacht in binnen de stal, maar dan, en vooral ik heb natuurlijk veel echt oude koeien dus lopen, ja. Koeien van 100.000 plus. Ik heb ook een koeien van 130 en 155.000 liter, maar die lopen gewoon in de stal. Mijn schouder wat meer in hand is, dan gaan ze echt strohok in. Die stal is gewoon vol. Dus ja. En dan, ja. Red je de koeien mee, denk je? Ja. Nou, dat is niet denk je, dat weet ik zeker. Ja. 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 Herco, we hebben ook zo'n hok? Ja, we hebben ook een strohok. En de kalven gaan ook lang op stro. Maar de strohok, ja, dat moet gewoon. Ja. Anders krijg je de koeien niet oud. En een koe gaat s'avonds ook nooit voor de nacht, als hij net gekalfd heeft, een oudere koe, die gaat nooit de eerste of de tweede dag voor de nacht in de stal. Dan niet. Gaat hij al die overdag, dan kan ik nog even bij langslopen. Of hij wel herkoudt, of hij wel ligt. Of, maar anders als het in de nacht gebeurt en hij ligt er halve nacht op roosters of in een klem in de box, dan ben je al 3-0 achter. Ja, ja, ben je 3-0 achter. Ja. Vanwege bij die, nou ja, die koe die is zoebelen, of hij is helemaal al weg. Ja. Ja. En een strohak, dan heet zich er ook op en dan kijk je er makkelijker op. En dus, ja. Ja. Je ziet of hij vreet, of hij, of hij mest. Controlepunt. Ja. Dat heb jij ook, John. Jij houdt ook apart. Ah, wat ik al zei, het grote verschil is net wel en net niet. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, de doorheen sleden. Ja, maar je kunt er dingen voor zijn. Hè? Ja, ja. Dat leer je ook wel. Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld met infuus bijvoorbeeld ook. Ja. Ik wil, als ik door de stal loop, de avondronde doe, ja. Dan nee, ik twijfel aan de koe, dan geef ik gewoon infuus. Ja. Want ik wil niet hebben die volgende ochtend of plat of klem ligt. En dan bepaal je stroopbox in. Dan bepaal je direct aan hoe die rondloopt of... Ja, dat ziet deze boer wel. Ja, precies. Ja, ja, dat maakt het verschil, denk ik. Jullie zijn heel gedisciplineerd. Ja, ik merk ook wel een beetje wat topspotters eigenlijk. Een beetje hè, dat die mentaliteit is er ook. Maar als je het doet, moet het gewoon goed. Maakt niet uit wat het kost. Tuurlijk wel. Je hebt ze wel voor de centen. En vol passie. Zo praten jullie over de koeien. Ja, dan komen we wel tot het eind van deze... interview. Zo moet ik het maar even noemen. En dankjewel Herco. En dankjewel Edwin. Ja. Wat deed je dat leuk? Ja, wel. Ja, ik vond het fantastisch. Hartstikke goed. Ik vond het ook leuk om te doen hoor. Ja. 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 Je merkte niet dat je in de studio zat, hè? Want dat was een beetje angst vooraf. Ja, dat klopt. Nee, het valt enorm mee. Ja. 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 Nou, wie weet ligt er nog een hele carrière voor je, jongen. Ja, wie weet. Ik weet niet wie hier zo hard lacht, maar... Oh ja. Ja, dat klopt. Ik krijg hier een signaal dat er geen geluid is. Ik kijk even naar Mirjam, of dat zo is. Mirjam is er niet. Oh, inmiddels wel. Gelukkig. Oh. Ja. Wij zijn natuurlijk allemaal maar amateurs, Edwin. Ja. Toch. We doen ons best. We doen ons maken best. Er een mooi feestje van. Zo is het. Ja. Hey, maar wat een leuke boeren waren dat. Ja, heerlijk. Hè? En wat zo grappig is, ik hoor saai en discipline, maar als je naar ze kijkt, dan denk je van... Verder van dat. Het is verder van dat. Ja, het is heerlijk om bij deze mensen aan tafel te zitten. We zijn voordat we hier zaten, even bij John geweest en bij Herco. Ja, heerlijk om bij deze gepassioneerde mensen aan tafel te mogen zitten. Ja, ja, ja. Dan krijgen we er zelf ook energie van. Ja. Ja, nou, dat is ook de bedoeling, alle leden die nu kijken, dat die ook weer eventjes een beetje geïnspireerd raken. Ja, hè? Ja, om, om... Ik hoop wel dat we dat bereikt hebben. Dat was het doel. Ja. Ja, dat was het doel, zeker. Ja, en inmiddels Sjoerd ook weer aangeschoven. Jij zat net bij het team die alle vragen in de chat beantwoordde. En ik was even benieuwd, zijn er nog bijzondere vragen geweest of wil jij ergens op terugkomen? Ja, er waren veel vragen, ook over het geluid natuurlijk. Ja, helaas. Dat is lastig. En, ja. Ja, ook vragen over innovatie en wat je daarvan terugziet op de stierenkaart. Nou, eigenlijk, ik heb geantwoord, daar zie je veel van terug. Omdat er bijvoorbeeld achter klauwgezondheidsgetallen
een hele digiklauw ontwikkeling zit, hè, wat we samen met de GD hebben gedaan. Ja. En achter de voerefficiëntiegetallen en met name voerkostenbesparing maar een afgeleide is geweest. En dat is dat nu een getal geworden wat gemeten is. Dus er zit een hele innovatie achter stierenkaart. Ja. Dus, ja. Ja, dat was, daar waren wel enkele leuke vragen over. Ook wel leuk, hè, dat je zo persoonlijk eigenlijk met elkaar dan ook die vraag kunt stellen en behandelen. Ja, absoluut. Dat is ja. heel anders dan in de zaal. Ja, ook weer je kunt er even de tijd voor nemen. Ja, ook weer geleerd. Ja, ja en dan hebben wij nog een officieel ding, namelijk de verkiezingen. Ja. Jij hebt inmiddels de uitslag binnen. Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat is zo. Je hebt de uitslag binnen. Ja. En het is goed gegaan. Oh, fijn. Ja, dus we kunnen even laten zien inderdaad de bestuurders die herkozen zijn. Gefeliciteerd Edwin, gefeliciteerd Jesper. Ja, geweldig. Ja. Mooi om te doen, dus mooi dat we weer 4 jaar erbij hebben. Zo is het, hartstikke goed. Oké, en daarmee zijn we gekomen aan het einde van dit webinar. Misschien wil jij tot slot nog iets zeggen tegen de leden van het District Noord. Ja, zeker wil ik wat zeggen. Ja, ik heb het met plezier gedaan. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. De setting is zoals die is en we hebben het beste van gemaakt. En ik denk dat we het ook wel leuk gedaan hebben. Ik vond dat het leuk ging, José en Sjoerd. En met de VO's, nou, toch wel even, ik vond het hartstikke mooi dat ze hier aan tafel willen zitten. Maar het is toch anders als anders. Ze moeten even, ze kunnen net zo gemakkelijk nee zeggen van, goh, laat een ander maar doen. Dus ik vond het heerlijk dat ze ja hebben gezegd en ik heb ervan genoten. Goed zo. Nou, dames en heren, ik hoop dat u ook er allemaal van genoten heeft. We zijn aan het einde gekomen van het webinar. De chat blijft nog heel even open. Kleine tip, John de Vries is vandaag jarig. Dus als u hem wilt feliciteren, dan kan dat in de chat en wij zorgen dat het bij hem komt. Dank voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.